in Saint-Priest in de buurt van Lyon. Eén eenzame fietser, rug nummer 68, Adrie van Houwelingen, Nederland. De tijd rijp vond om eens te gaan kijken hoe het zou zijn als hij zou demareren. 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten, 8 minuten, 9 minuten, 11 minuten, 12 minuten. Het ging zomaar door. En op het ogenblik rijdt hij, terwijl we nog zo pakweg 35 kilometer moeten rijden voordat we hier in Saint-Priest zijn, rijdt hij met een voorsprong van, schrik u niet, bijna 14 minuten op de groep op weg naar Saint-Priest. Wanneer wist jij in die etappe zeker van ik ga hier winnen? Ja, dat was toch al vrij ver voor de finish. Dus dan is de uitbundigheid misschien wat minder groot. Ik reed 80 kilometer solo ongeveer en ik won uiteindelijk met 11 minuten voorsprong. Dus ja, dan is het niet spannend tot de laatste kilometers. Hè? Ik zal het nog maar een keer zeggen. 28 jaar, 5 jaar professional. Uitstekende knecht. Verzorgt zichzelf goed, ziet er goed uit. Weet precies wat hij in de koers aan kan. Kent zijn limieten. Heeft een juist moment gekozen om voor een profielrenner toch een groot moment te behalen. Namelijk de overwinning in de Ronde van Frankrijk. En dat Adrie van Houwelingen. Nou, achteraf is dat de mooiste overwinning in de carrière geweest. En ik denk dat bijna iedereen die toeretappes wint dat zo zal herinneren. De start vanmorgen was dus om 10:30 in de finishplaats van zondag Morzine Avoria. De meest oostelijke etappeplaats in deze tour. Van daaruit gaat het in zuidelijke richting door de Alpen met in totaal 5 beklimmingen. En de finish is na ruim 200 kilometer in Saint-Jean-de-Maurienne. Onderweg 2 beklimmingen van de eerste categorie, de Aravis en de Cézy. En op 32 kilometer voor de finish de Col de la Madeleine van de buitencategorie. Daar ligt in de verte, verscholen tussen de Alpen, het skidorp Morzine. De startplaats van vandaag. En daar hebben we de drager van de gele trui, Cadel Evans, tussen zijn ploeggenoten. En onder die ploeggenoten een Nederlander, Karsten Kroon. Dit was een van de redenen eigenlijk waarvoor ik toch weer terug wilde naar de Tour. Om met de potentiële Tour weer naar, in de ploeg te rijden. En nu vandaag in een zware bergrit zullen we het moeten verdedigen. Dus fantastisch. Maar er is wat met de drager van de gele trui. Kijk naar zijn linker elleboog. Cadel Evans heeft pijn. Veel pijn. En vanochtend zei hij eigenlijk dat hij eigenlijk alleen maar met zijn elleboog bezig was. En dat hij eigenlijk vergeten was dat hij de gele trui had. Dus, heeft hij veel last daarvan? Ja, hij heeft er toch serieus pijn aan. Dus ik heb hem onderuit zien gaan gisteren in die rit. En ik vond het al een wonder dat hij opstapte. Hij ging echt ontzettend hard onderuit. Dus, maar die jongen die is zo ontzettend hard voor zichzelf. Dus ja, hij pakt gewoon die gele trui na zo'n val. Dus dat is ongelooflijk. En we zullen gewoon vandaag moeten kijken hoe die zich voelt. Van de ploeg met de gele trui gaan we naar de ploeg met de gele rugnummers. Die zijn voor de ploeg die leidt in het algemeen ploegenklassement. En laat dat nou net de Rabo-ploeg zijn. Ja, dat is leuk. Wel een eer eigenlijk. Hè? En dat betekent gewoon zegt heel veel over de sterkte van de ploeg. En ik moet eerlijk zeggen, als je met zoveel sterke ploeg hier rijdt en je hebt in één keer die gele rugnummers na twee zware etappes in de Alpen, dan doe je het als ploeg in ieder geval heel erg goed. En zo mocht de Rabo-ploeg vanmorgen en groep aantreden op het startpodium. Het ploegenklassement aanvoeren in de tweede week is mooi, maar... Maar we moeten oppassen dat we ons daar niet in vergalopperen. Want we weten allemaal, we hebben Lance Armstrong gezien uit de laatste etappe. Dat kan ook zo afgelopen zijn. Hè? Dus daar zijn we ons wel van bewust. Achter het goede rijden van de ploeg zit een verhaal. Bram Tankink verklaart. We rijden met 9 frisse, sterke renners rond. En dat is heel belangrijk. En er zijn verder geen klachten, geen medische klachten. De twee kopmannen die functioneren eigenlijk goed. Het is ook een beetje die Parijs-Roubaix-rit. Dat was echt een sleuteletappe voor ons. En daar waren we eigenlijk heel bang voor dat we daar het klassement zouden gaan verliezen. Of in ieder geval die Tour. En dat is niet gebeurd. En op dat moment geeft dat zo'n boost. En we zien een Dennis Menchov rondrijden. Die hebben we alleen nog maar zo rond zien rijden in de Ronde van Italië vorig jaar. En die heeft hij gewonnen. En dat geeft de ploeg ook een enorme boost. Wij kennen Dennis Menchov als de grote zwijger naar buiten toe. Maar hoe is dat binnen de ploeg? Praat jij veel met hem? Nee, eigenlijk heel weinig. Ja, het was een beetje, gisteren zei ik van, lekker zo'n rustdagje. Hè? Toen zei hij van, toen vertelde hij wat terug. Maar ik verstond hem niet. Ik word er bijna lullig om te vragen, wat zeg je nu? Dus ik dacht, ja. Maar wat voor indruk maakt hij op jou?
Ja, gewoon heel rustig. Hij is altijd de rustheid hemzelf. Hè. En, ik bedoel, het feit dat hij, niks zegt, is niet dat het een onprettig mens is. Het, hij straalt heel veel rust uit en motivatie. En dat is op zich best wel heel prettig. Kijk, en dat hij niet zoveel praat, ja, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Daar hebben we andere renners voor in de ploeg. En wie zal Bram Tankink daar nou mee bedoelen? Ja, de stemming zit er dus goed in bij de Rabo-ploeg. Eens kijken of dat na deze etappe nog steeds zo is. Vijf renners bleven achter trouwens in Morzine. Zij hadden allemaal te zware verwondingen door al die valpartijen. BMC, de ploeg van gele truidrager Evans, zet zich op kop van het peloton. Doet dat in persoon van Karsten Kroon. Die ploeg moet dat doen, moet de gele trui beschermen. Zo hoort dat nou eenmaal. Intussen is een groepje weggereden met drie man van Caisse d'Epargne. Luis Leon Sanchez zit in deze groep en wil de gele trui pakken of in elk geval de rit winnen. Astana-renners op kop van het peloton. Col de la Madeleine. Evans gaat eraf. Evans. Jongen, ga je nu je trui al verliezen. En echt geparkeerd, hè, nu. Echt helemaal geparkeerd. Het is toch niet te geloven. De Tour is op 23 seconden verloren. Nooit was zijn uitgangspositie beter dan nu. Nooit stond hij er zo goed voor als nu. Wiggins. Kijk, en Armstrong zit gewoon nog in deze groep. Zo goochelen we met die verschillen. Eén moment alles, het andere moment niks. Maar pas op, het kan allemaal nog. Als je ziet wat van verschillen er gemaakt worden steeds. Ja, maar deze verschillen die zijn van nu. Lightheimer en Armstrong zitten nou gewoon, hè? Het zal toch ongelooflijk zijn, hè? Als Lance door die drie valpartijen, als hij de rest van de Tour gewoon steeds met de beste mee kan. Ze gaan door. Lance heeft niet problemen. En daar wordt Pino opgeveegd. Het is strijd. Het is alle hands aan dekken. Kijk naar die kleine Leipheimer daar in tweede positie. Die kan gewoon mee. Armstrong is nog geen beetje. Dat geeft niet af, hè. Taaierakker, hè. Oh, wat is dit afzien. En helemaal alleen, hè? Dat is verschrikkelijk. En Cazar is aan het kraken. En nu rijdt Sanchez alleen door met Cunego. En ook nog steeds Charteau. Maar daarvan horen we net van Michael dat hij niet kan dalen. Maar zou hij ook wel eens voor de overwinning gedaald hebben? Charteau, jongen, wat rijdt die een Tour? Sprintaantrekker Knecht van Aesop geweest. Jongens, ik zie daar een Rabo op het elastiek. Oei. Ik denk dat het Mentjov is. Ah, die gaat mee. Geesink eraf. Geesink, ja, maar die rijdt zijn eigen tempo. Ja, die kan terug. Maar die Navarro, dat is toch echt niet normaal, joh. Jongens, het lichtste tandje is nu voor Evans. En Evans kan niet meer. En Geesink kan blijven rijden, denk ik. Die moet nou niet panikeren. Die moet rustig. Tiralongo heeft zijn werk gedaan. Navarro heeft het overgenomen. En Tiralongo ziet dat het goed is. Hij heeft Evans de doodsteek gegeven. Ja, die wordt gereden, toch? Kijk eens, Leipheimer eraf. Die zat er net nog bij. Sanchez eraf. De andere alleen Sanchez. Alleen Andy Schleck zit er nog bij. Dus Contador en Schleck. Dat zijn de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement. Die ruiken. Navarro, wat is dat voor kerel? 26 jaar. Is dit een koep, jongens? Is dit een koep? En nou moeten ze toch doorrijden. Nou moet Contador het ook rijden. Of Schleck, die kan nu het geel pakken. Ze gaan nu samen. En die Schleck gaat voor het geel. Contador gaat mee. Trok toch ook een gezichtje. Dit is geforceerd. Dus nu eens even kijken wat er gebeurt als die jongens weer hun krachten moeten hervinden. Dus Passo, Armstrong, Van der Broek, Lassa Molina. Daar rijdt Geesink al op kop, hè? Boven in beeld rijdt Geesink. En kijk eens, jong. Oh, daar gaat Andy Schleck. Andy Schleck. Hij komt daardoor. Moet. Hij laat zich uit de tent lokken, Schleck. Hij moet ook wel mee, komt daardoor. Maar komt daardoor, had hij normaal in goede doen al lang iets gedaan. Schleck, daar gaat hij weer. Ja, als die Sanchez erbij komt, dan ben je geklopt in de afdaling. Maar ze zitten op 5,5 minuut, ja. Dus... Nee, de gele trui. Kijk wat een inspanningen dit zijn. Die Sanchez daar in het oranje in de achtergrond verdwijnt meteen weer. En Schleck wenkt op kop en komt erdoor. Oké, dat wil ik wel, maar dan moet jij niet gaan demareren, zoiets. Ja, en terecht. En nu zijn ze belangen... Ha, ik denk dat Contador niet lekker zit, hoor. Nee. Contador had normaal hier al lang alles op 6 minuten gereden. Oh, wat een zware zang van Evans. Ik heb het nog eens gezien, hè. In de Giro 2002, Evans in het roze. Volledig geparkeerd. Maar toen was hij gechoked. Toen stikte hij gewoon in zijn eigen... Dat nu ook, denk ik. Maar dat was druk. Een dikke minuut achter Contador en Schleck zit dit groepje. Geesink,
Menschow, Rodriguez en Leipheimer. De kopgroep nadert intussen de top van de Reus. Er wordt gesprint om de bergpunten. En daar gaat Charteau. Hij rekent goed. Hij pakt hier 40 punten. Komt in het bergklassement op gelijke hoogte met Jérôme Pinot. En mag morgen de bolletjestrui aan. 2 minuten later ronden Schlek en Contador de top. Nu 18 kilometer naar beneden en dan nog een flink stuk naar de finish, vlak. Het is dus vooral zaak overeind te blijven. In de kopgroep zet Cazar zich op kop en die positie geeft hij eigenlijk tot aan de finish niet meer af. Contador en Schlek dalen voorzichtig. En weten, een hoop renners zijn vandaag geslacht. We doen allebei goede zaken. Maar toch zetten ze de vaart er flink in. Intussen komt Evans boven. 9,5 minuut en dan die hele afdaling nog in het wiel van Sant'Ambrogio. In de kopgroep wordt gerekend en gekeken. Oh, 1 kilometer. En nu gaat het nog vals plat omhoog ook, hè? Ze gaan van de rivier af. Zometeen. Is nog even het riviertje over. Oh, die zitten er toch in het wiel, hè? Heel dichtbij. En die Schlek. Alberto komt erdoor. Christophe Moreau. Ja, die gaan erbij komen. Die gaan erbij komen. Het is niet te geloven. Ga jij weer een stuk uit je vloerbedekking eten, nee, hoor. Nico? Let jij weer op? Sanchez. Die gaat gelijk, hè, erop en erover. Let op. Dat zou een stunt zijn in zijn laatste tour dat Christophe Moreau... En natuurlijk moet hij dat gaan doen. Ja. Dat heet ploegenspel. Die gaat aanvallen. Die gaat vaart maken. Ze zijn erbij. Cazar aan de leiding. En die Schlek. Cazar aan de leiding. Louis Leon moet... En Charteau probeert het. Cazar met de moed ervan op. Daar komt Liwe. Daar komt Cunego nog. Cunego nog. Is het Cazar? Cazar aan de leiding. Cazar, het valt toch niet gebeuren. De Fransman die het kopwerk heeft gedaan. Die verdient het. Doet het. Voor Sanchez, voor Cunego, voor Moreau, voor Charteau, voor Contador en Andy Schlek. Hier is tijd en eer en plaats op het podium te winnen. Ja, Samuel Sanchez stijgt weer ten koste van Menschow. Dus dat moeten we even in de gaten houden. Oh, die maar Geesink doet wel zaken. En afhankelijk van wat Van der Broek nou weer gaat doen. Kijk. Jij ook van wat ze waard zijn. En ze komen binnen op een dikke 2 minuten. 2:07 van de winnaar van de etappe vandaag. Is dit een etappe? Hij krijgt... Zo'n 8 minuten aan zijn broek. En nog een beetje meer ook. En dat betekent dat Evans ver uit die gele trui is. Valt uit het klassement. Maar moet je dan zeggen, zijn rol is uitgespeeld in de Tour voor het klassement? Nee, hij is blijven vechten. Hij heeft het niet helemaal opgegeven. Dus ik denk toch dat hij toch nog hoopt op een slechte dag van andere favorieten. Om toch nog een beetje redelijk in het klassement te blijven. Kijk, hier doet hij het eigenlijk. Die bocht daarvoor eigenlijk nog. Dan zie je dat Sanchez uit beeld verdwijnt. Dat wij hem niet meer kunnen zien. En daar geeft hij hem eigenlijk een zwieper naar buiten toe. Ja, ja, ja. Daar is Sanchez geklopt. Maar ook op het moment dat ze aansluiten moet eigenlijk gelijk dingen gaan. Wat is er voor een kameraadschap in dat wielrennen gekomen, joh. Ah, die emoties zitten zo aan de top natuurlijk als je zo diep bent gegaan. Cazar wordt voor de 2e keer als winnaar van een Tour-etappe gehuldigd. In 2007 won hij de 18e etappe. Vaak is de Fransman tweede, vorig jaar nog in Bourg-Saint-Maurice. Maar toen werd winnaar Astarloza de etappewinst afgenomen omdat hij doping had gebruikt. Op place comme Poulidor, toujours deuxième. L'année dernière encore, j'ai deux places de deux. Bon, même s'il y en a une qui doit m'en revenir, mais c'est pas pareil. On n'est pas monté sur le podium. Et là, j'ai pensé qu'à une chose, les 30 derniers kilomètres, la ligne d'arrivée. Et il y avait que ça en tête. Après, bah, on ne s'est pas trop relayé. C'était un peu de l'intox. Mais je la voulais tellement que je ne pouvais pas m'arriver autrement. Elle était un peu particulière, hein, cette arrivée. Le profil était particulier avec cette côte. Oui, mais je ne m'attendais pas à la côte comme ça dans le final. Quand on voit sur le livre, ce n'est pas du tout pareil. Mais j'ai tout de suite pensé à... Quand je fais deux derrière Cyril Dessel en 2008, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais... Le dernier virage était à 180 mètres, là c'est pareil. On ne voyait pas jamais la ligne droite. Je me suis retrouvé en tête à 350 mètres. Je savais que c'était trop loin, mais il fallait que j'attende. J'ai attendu 200 mètres. Puis à 200 mètres, j'ai dit on y va. Et de toute façon, on n'a plus le choix. Si je me fais déborder, c'est trop tard. Et comme je savais que ça virait sur la gauche, j'ai fermé un peu la porte et puis personne n'est passé.
C'est un joli cadeau que vous offrez à votre équipe parce que votre sponsor, la FDJ, vient de prolonger pendant 4 ans son contrat, ce qui est très important, bien sûr. Vous leur apportez cette victoire d'étape. C'est bien joué. Oui, mais je crois que c'est pour la FDJ. On attendait ça. On n'avait pas fait un très bon début de tour. Avec Christophe, on devait faire le général. Bon, on s'est un peu loupé. On n'a pas réussi à suivre en montagne. Mais là, maintenant, on va chercher les victoires d'étape et c'est pas fini. De eerste 10 van vandaag. Cazar voor Luis Leon Sanchez en Cunego. Op 2 seconden Moreau, Charteau, Contador en Andy Schleck. Samuel Sanchez komt binnen op 52 seconden. Joaquin Rodriguez voert het groepje Leipheimer en Gesink aan. Een prima prestatie dus van de Nederlander. Ja, Robert, hoe kijk jij terug op dit slagveld? Ik was... op die klim, ja, ze gaan al best vroeg. Ik had eigenlijk niet zo vroeg verwacht. En ik had ook eigenlijk niet verwacht dat de mannen zeg maar zo vroeg zouden gaan. Maar het ontploft helemaal. En ik kon een gruwelijk tempo rijden, denk ik. In dat groepje waar ik zat was ik de beste, zeker bergop. En op de top kreeg ik een beetje een hongerklop, zeg maar. Dus ik ging die afdaling af als een oud wijf in een rolstoel. En daarna op vlakken gaf Voogd me nog 2 jelletjes, anders dan, want ik had er alles op. Dus dan was ik nu nog onderweg geweest. Dus, heel aardig van hem. Ja, dat was vriendelijk. En ik was op pad met 3 smurfen, dus het was lekker windhappen. Ja, en die andere zat in mijn wiel. Maar het was een pittig dagje. En de laatste 10 kilometer, man, dat leek wel 100 kilometer. Dat schoot echt niks op. Maar, ga eens terug naar het moment dat het echt helemaal ontplofte. Dat Schleck en Contador er van tussen gingen. Je ziet dat gebeuren. Je weet, ik moet niet reageren, want dan blaas ik mezelf op. Ik moet tempo gaan rijden. Ja, ik kon niet reageren. Maar ik kon wel zo hard rijden als ik kon. En dat was gewoon volle bak. En uiteindelijk reden we... Ja, als ze aangaan, gaan ze harder. Maar als we eenmaal tempo rijden, rijden we niet zo heel veel zachter dan die mannen. Maar toen bovenop waren ze wel aardig uitgelopen. En... die jongens die bij mij zaten, die zaten bergop natuurlijk al aan blok. Want daar konden ze al niet overnemen. Dus die waren ook denk ik redelijk leeg geplaatst. Ja, en Jens mocht niet rijden. Conclusie van dit geheel. Robert Gesink schuift langzaam maar zeker steeds verderop in het klassement. Ja, dat is de bedoeling. dat is wel mooi. Ik had misschien iets beter gehoopt. Maar, het is altijd iets. Er moet ook ruimte blijven voor verbeteringen. Dus uiteindelijk was het gewoon een hele goede dag, denk ik. Alleen jammer dat we niet die mannen bij kunnen houden. Maar, wat dat betreft is fietsen natuurlijk dan wel eerlijk. Als die anderen hadden trappen bergop, dan reizen van je weg. En zo moet je dan ook maar naar kijken. Weer 2 termen geleerd van Gesink. 3 smurfen, windhappen. Je leert iedere dag wat bij. De andere kopman van Rabo, Dennis Menschow, handhaaft zich ook voorin. Basso en Armstrong hebben bijna 3 minuten achterstand. Kreuziger en Vino bijna 4. En Sasse en Wiggins bijna 5. De grootste verliezer van de dag is Evans. Hij kwam als 42e binnen op ruim 8 minuten. Evans reed overigens met een breukje in zijn elleboog. En na de finish barstte hij in snik uit. Weg gele trui, weg klassement. Evans beseft dat zijn tour voorbij is. You know, the guys who have supported me and been so good to, you know, the team and everyone, Andy Reese, the boss of BMC, to, you know, everyone who's believed in me in this whole project. Everything was going so good. I'm just so sorry to let them all down. I'm not at my normal level, and but when you're in the yellow jersey at the tour, whether you're good or not, you have to be there. And you know, The team were just fantastic, but of course, you know, I'm the one that had the crash 2 days ago. I'm the one that's vulnerable. I'm the one that's wearing the jersey, and you know, it's not my normal self to be dropped from a group like that. And you know, normally for me, I look at today as a chance for me to go try and have a stage win, and not it wouldn't even have an effect on GC. But obviously, you know, with the win of the tour, I haven't seen the results yet, but I'm pretty sure it's all over for this year. Dat kan je wel zeggen. Andy Schleck is de nieuwe gele truidrager. Een droom wordt werkelijkheid voor de 25-jarige Luxemburger. Verslaggever Han Kok sprak met hem. Dat is de bedoeling tenminste. Komt hij jongens of niet? Gaan we door. Zo
Zullen we anders eerst even het klassement doen? Of is hij daar toch? En die Slek. Nou, dat lukt even niet, het bandje. Er wordt even druk aan gewerkt. Dus kijken we alvast naar het algemeen klassement. De eerste 10. Andy Slek heeft 41 seconden voorsprong op Alberto Contador. Samuel Sanchez is derde op 2 minuten en 45 seconden. Dennis Menchov klimt naar de vierde plaats. En de Belg van de Broek en Leipheimer handhaven zich ook voorin. Robert Gesink doet het goed. Klimt van de 11e naar de 7e plaats. Hij staat op 4 minuten en 22 seconden. Luis Leon Sanchez, Joaquin Rodriguez en Basso zijn nieuw in de top 10. Dan het overige. Kreuziger is 11e, al op meer dan 5 minuten. Vino 13e, Sastre en Wiggins op ruim 7 minuten. En Evans is gezakt naar de 18e plaats op 7 minuten en 47 seconden van Andy Schleck. Ja, Andy Schleck, voor hem is het dus een droom die waarheid wordt. Want hij staat in de gele trui, start hij morgen. Andy, for the first time, the yellow jersey. What was in your mind when you got it on the podium? I believe that's a good question. I was really happy with this nice podium, girls. No, I was, of course. You know, this is a jersey I'm running behind you already. You know, my whole career, and I'm dreaming of to have this. You know, since I'm a little boy, but. I know I have it now, but I want to keep it. What about this stage? I was not, What could I say about the stage? It was, of course, a hard stage, and I said we're going to see a selection. I knew that this morning, I knew that I'm gonna be there to attack, and I want to make a selection. And yeah, I think, yeah, it's Contador and me who decided today, you know, what to do and how to do. And but it. Kind of, I'm happy, you know, that we gained some time to the others, because so I don't have to worry so much about that anymore. But I didn't gain any time on Contador, but they didn't gain any time on me, so it's not too bad either. Congratulations. Want dus de nieuwe gele truidrager Andy Schleck. Er is ook een nieuwe drager van de bolletjestrui. De Fransman Anthony Chateau heeft die trui overgenomen van zijn landgenoot Jérôme Pinot. Beiden hebben evenveel punten, dat ziet u. Maar Chateau was als eerste boven op de Col de la Madeleine. De enige col van de buitencategorie tot nu toe. En daarom leidt hij het bergklassement. Mag hij die bolletjestrui aantrekken morgen. Christophe Moreau staat derde. Vanavond is weer een Studio Sportzomer op een fatsoenlijke tijd met Mart Smeets. Mart, wie heb je te gast vandaag? Goeiedag dames en heren. Om 11 uur op Nederland 1 zijn we er met de avondetappe. Een belangrijke Alpenetappe waarin Michael Boger terugkijkt op wat er gebeurde. De Tour nog maar voor 2 man. 3 vraagtekens erachter. En wat doen de Rabobankrenners? En we hebben eindelijk een vrouw aan tafel. Marianne Vos, de beste wielrenster ter wereld, was in de Tour en keek er ogen uit. Dat allemaal om 11 uur op Nederland 1, de avondetappe. Mart Smeets. De Tour is weer een favoriet kwijt. Cadel Evans mocht wel geteld 1 dag in het geel rijden. Op de Col de la Madeleine vond de 33-jarige Australiër zijn waterloop. En dat doet pijn. Heel veel pijn. Goedenavond.